wordt boos. Dit verhaal gaat over Flurp en Zork. Zork was een slecht monster. Kijk zelf naar. Oh, hallo Zork, hoe gaat het met je? Slecht. Hoezo? Wil je een spelletje doen op de vrolijke? Nee, ik haat spelletjes. Echt? Weet je het zeker? Wil je bij Ganzenbord of Monopoly spelen? Kom erop met je spelletjes. Nou, waarom was je niet in voor? Zo zie je maar weer, elk monster heeft de goede en de slechte kant.